Morgenavond op Nederland 1 opnieuw de KRO. Om 7 uur komt de KRO langs in Zaanstad. Met onder meer het Internationaal Folkloristisch Danstheater, Ivan Rebrov, Ria Valk, Willy Dobbe, Rudy Valkenhagen, Piet van Goorp en de 12 poedels van Leslie Bie. Om 7:55 de filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Gepresenteerd door Bob Bauma en met als gast Leen Jongewaard. Om 8:45 een aflevering van de western Gunsmoke. Na reclame en journaal om 9:55 Shoestring, waarin radiodetective Eddie Shoestring opnieuw met grote problemen wordt geconfronteerd. Om 10:45 tenslotte een portret van de Duitse theologe Dorothee Sulle. Dus kijk KRO morgenavond. Maar kijkt u ook nog even KRO vanavond, want er zijn nog een aantal programma's. Om 9:15 straks een operaconcert, om 9:55 Peter Faber en om 10:45 Heel de Mens. En nu de Ver van den Bedshow. Het gezicht is breed. Ze zijn in lichamelijk opzicht nog primitiever dan de pygmeeën. Thelma Ravel Pinto is een van de leden van de redactieraad van de derde sprekerserie. Welkom en gefeliciteerd. De derde aflevering van dit seizoen gaat u brengen een orkest van 16 man, namelijk Tito Puente en zijn peloton van muzici.